Dames en heren, live in de studio van Q-Music en live op onze webcam op qmusic.be. Milo! Dag Jonathan. Alles goed? Ja, met jou alles goed. Zeer goed, ja. Maar toch als je hier bent. Absoluut. Veel te lang geleden. Is het altijd al in het buitenland en al? Ja. Hè? Ja, ik moet zeggen dat ik hier terug binnen te komen herinnering had aan 4 jaar geleden toen ik hier Jodeon O kwam spelen. Dus ja, het is voorbijgevlogen, besefte ik. Echt, het lijkt niet zo lang geleden. Maar er is zoveel gebeurd met jou de afgelopen 4 jaar. Man. Ja, dat klopt. Dat is alleen is toch waar, hè? Dat klopt. Waar beginnen we? Maar, ja. Je hebt het gevoel dat jij bent gewoon heel... Je hebt heel veel succes gehad in het buitenland. Mm-hmm. Wat op zich heel speciaal is. Wat is je gevoel daarbij? Ja, eigenlijk is het fantastisch, hè? Ja. Dat is iets waar ik al 10 jaar op aan het hopen was. En hard voor aan het werken was. En dan op een moment is er een en ander in een stroomversnelling. Versnelling? Versnelling, inderdaad. Ja, versnelling, ja. Verstremming. Ja, dat was in 2009, dankzij E-Technology. En dan ben ik beginnen spelen en het een of andere land heeft mijn album uitgebracht. Dus, maar ik heb toch nog tijd gevonden om een nieuwe plaat te maken en daarom ben ik hier nog eens. Hè. Wat ik zo tof vond, nog één ding over die stapjes. Want wat ik zo tof vond, was dat zo allemaal zo heel rustig ging. Dat je zo stapje voor stapje, zo en dan naar Frankrijk. En Frankrijk veroverd. En dan naar... Of ik weet niet welke land allemaal. Duitsland? Dan Duitsland veroverd. En dan even naar Spanje. En Spanje veroverd. Allee, dat is zo heel mooi zacht gegaan. Zo klinkt het natuurlijk alsof het zo gepland was, maar... Ja, ik probeer gewoon altijd die dingen rustig en goed te doen en liever wat trager. En het is gek, want jij zegt nu rustig, maar sommige mensen zeggen mij, oh, het is zo snel gegaan de laatste jaren. Ja. Maar als je de tijd stelt op 15 jaar geleden, toen ik mijn eerste nummer schreef, dan is het eigenlijk heel rustig aangegaan eigenlijk. Ja. Dus, maar ik vind het perfect zo. Super, hè? Oké, goed. Zeg, en dan jouw nieuwe plaat. Vertel er iets over. Wat is het voor een plaat? Mijn nieuwe plaat heet North and South. Ik heb het noodgedwongen moeten schrijven. Oh, ja, dat klinkt slecht, maar ik heb het geschreven toen ik op tour was. Puur omdat ik was eerst aan wachten van ik ga wachten tot het rustiger wordt en dan... Dat je altijd op tour was. Ja, en op een moment dacht ik van ja, aan dit tempo dan gaan we nog heel lang moeten wachten. Dus ik ben gewoon beginnen schrijven terwijl ik aan het reizen was. En ik heb eigenlijk geprobeerd de nummers te schrijven die ik nog ontbrak op concerten. Dus dacht van, als ik nu dat soort nummer. Ja. Dus volledig, ik heb ook heel veel van die nummers live uitgetest. En voor alvorens op te nemen. Dat is een hele goede test voor mij, toch voor mijn soort muziek. Om te zien hoe ze reageren. De nummers waar de tomaten op afkwamen, die heb ik weggelaten. De nummers waar er enthousiast op gereageerd werd, die heb ik gehouden. Ja, okay. En heet het daarom ook North and South, omdat het een soort reisalbum is? Ja, het is wel een verwijzing naar, enerzijds naar de totstandkoming, maar anderzijds is het op een verschillende vlakken. Het is voor mij een plaat met extreme, met heel vrolijke nummers, met donkere nummers ook. Maar ook bijvoorbeeld één nummer gaat over België, The Kingdom. En daarin zing ik een beetje wat er hier aan de hand is. En dat is dus die North and South. Hè. Maar het is niet mijn politieke plaat, het is maar één van de 11 nummers. Ik ben er eigenlijk wel heel trots op. Ik heb er lang aan gewerkt en ik ben bijzonder trots dat het binnenkort niet meer enkel van mij is, maar gedeeld kan worden. Zo. Allee, tof. Allee. Wij draaien de single al, die draaien we. Heb je gitaar mee trouwens? Ik heb mijn gitaar mee, ja. Niet vergeten, heel belangrijk. Dan kan je het nummer spelen. Als je wil, hè, het nummer spelen voor uiteraard, ons. Uiteraard, zo heb ik het geschreven, dus met veel plezier. Maar hoe zit dat met die clip? Want is er een soort speciale clip bij of zo? Ja, die clip heb ik voor het eerst is de tekst proberen uit te beelden. Ik zing, maar dan op een soort van... originele manier in de zin van dat we één lange camerabeweging maar hebben. Dus ik zing eigenlijk, het is een liefdesnummer, maar in plaats van te zingen, zoals de meeste liefdesliedjes, van ik wou dat je hebt zo'n perfect lichaam, je ruikt zo lekker. Waarom kijk je nu naar Anke terwijl... Ik leg het uit. Omdat je niet begrijpt naar mij kijkt. Ik snapte het wel. Ja. Het ding is, ik zing eigenlijk van ik wou dat het tegenstelde was, want als je niet zo perfect was, dan was de kans minder groot dat je zou weglopen. Dus dat is een beetje... Hij blijft dus kijken naar Anke. Dat is echt heel vreemd wat er gebeurt. Dus in de videoclip beelden we dat dus uit. Het is een zomerse clip en een zomers nummer. Ja, super. Oké, wel goed. Zeg, één vraag van hoeveel keer heb je dat moeten proberen? Dat is wel echt ontelbaar keer gerepeteerd gedurende 2 dagen. En ik was aan de eerste dag, kon ik er nog niet bij zijn, omdat ik nog in Duitsland promo aan het voeren was. Maar dan de vrijdagochtend ben ik met mee beginnen repeteren. En we zijn pas om 3 uur die namiddag beginnen filmen echt, omdat het toch niet de moeite was, omdat we niet kwamen. En dan hebben we 3 uur later stond er wel op. En dat was de ontlading des te groter. Ja, vind ik dat meevalt. Inderdaad, maar het is hard met veel mensen hard op gerepeteerd van. Oké, goed. Pak je gitaar, rap je naar een micro en dan mag je direct even nog verkeer en vrouwen en dan mag je spelen. Goed? Oké, cool. Tot zo. Okay, okay.